Theophilus North, een hoorspelserie naar de gelijknamige roman van Thornton Wilder in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. De geschiedenis van Tante Lotte. Biedt zich aan. T. Theophilus North, Yale 1920. Leraar aan de Raritan School in New Jersey van 1922 tot 1926. Geeft bijlessen Engels, Frans, Duits, Latijn en algebra. De heer North is bereid voor te lezen in bovengenoemde talen benevens Italiaans. Tarief $2 per uur, adres postbox 11, Newport. Ted vond bij zijn post een brief van een hem onbekend medicus van de volgende inhoud. Zeer geachte heer North, hierbij verzoek ik u een patiënte van mij te bezoeken en wat met haar te praten. Het gaat om juffrouw Lieselotte Müller, woonachtig nummer 5, Spring Street in Newport. Mij is bekend dat u bepaalde gaven van hoofd en hart bezit, die wellicht een weldadige invloed op haar kunnen uitoefenen. Hoogachtend Dr. Edwin Morley, arts hier ter stede. Wat een vreemd verzoek. Mejuffrouw Lieselotte Müller. Nooit van gehoord. Hoe kom ik aan nadere gegevens? Oh, wacht eens. Vanmiddag zie ik Henry Simmons met zijn verloofde Edwina en een Munching King voor het aperitief. Die twee zullen wel meer weten. Ze kennen zoveel mensen hier in Newport. Mejuffrouw Lieselotte Müller. Lijkt me een Duitse. Wat eigenaardig dat je me daar naar vraagt. Ja, het is ongelooflijk, hè, lief? Ja, ja. Waarom dan? Omdat... Zeg jij het maar, Edwina. Het zit zo. Ik ben net terug uit Europa. Ik heb een lange reis met mijn mevrouw gemaakt. Londen, Parijs, Amsterdam, Kopenhagen. Mooie porselein hebben ze daar. Mm-hmm. Henry haalde mij op uit New York en bracht me hierheen. Ja. Ik ben vrijwel direct naar Tante Lotte gegaan, want Henry had geschreven dat ze zo achteruit ging en ze is al zo oud. Nee, ze woont in een huis waar oude vrouwen worden verpleegd. Mrs. Grant heeft daar de leiding. Wat zijn het voor vrouwen? Vrouwen die hun hele leven hard gewerkt hebben als huispersoneel. Velen van hen hebben geld, want families waar ze gediend hebben waren dankbaar voor alle trouw en toewijding en hebben uitstekende voorzieningen getroffen voor hun oude dag. En zo is het ook met Tante Lotte. Kun je me wat meer vertellen over vrouwlijn Müller? Ja, ze is geboren in Duitsland. Ze was het 11e kind van een domineesgezin. En toen ze 17 was, werd ze door een arbeidsbureau naar Amerika uitgezonden. 3 generaties is ze het kindermeisje geweest van de meest vooraanstaande families in New York. Al die kindertjes zijn door haar gebaat, gepoederd, gewindeld en gekust. Ja. De hele dag was ze bij hen, veegde jam van hun mondjes en tranen van de wangetjes als ze zich hadden bezeerd. Ik zou het heerlijk vinden als je erop ging zoeken. Ja, ze is heel goed voor mij geweest toen ik nog jong was. Ik was zo bang en eenzaam toen. Ja, ze heeft de hele familie in Duitsland overleefd. En de mensen bij wie ze in dienst is geweest hielden veel van haar. Maar ja, het is een onbuigzaam, gereserveerd karakter. Ze heeft weinig vrienden gemaakt in al die jaren. Begrijp het. Ze is altijd een vrouw geweest met een ijzeren zelfdiscipline. Oh, ja. Ze is nog steeds helder van geest. Ze ziet en hoort nog goed, maar ze vergaat van de pijn. Ze heeft reuma. Klagen doet ze bijna nooit, hoor, maar ik zie het. En als het me nu niet lukt om haar te helpen? Ja, dat tehuis is natuurlijk geen lolletje. Je zult daar dingen zien en ruiken waar een mens nu echt niet op zit te wachten. Maar jij bent een van die mensen die weet dat het leven moeilijk is. En vooral de laatste jaren van het huisbestaan. Begrijp je? En de roem van je magnetische handen is jullie verpleeghuis allemaal uitgegaan. Ja, 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 ja. Ze weten allemaal dat je Elspeth Skiel genezen hebt van haar migraine. Ja, zeker. En of je dat nou werkelijk gedaan hebt of dat ze maar wat kletsen, dat zal mijn zorg zijn. Jij hebt de naam. Dus, je doet je best maar, Teddy Boy. Jawel, meneer. Tot uw orders, meneer. De volgende dag ging Ted naar het verpleeghuis. Hij had met Edwina en Henry afgesproken dat ze beneden op hem zouden wachten nadat hij Tante Lotte had bezocht. Hij wist dat hij na zo'n zitting dikwijls erg moe was en wat onzeker op zijn benen stond. Het was dus uit voorzorg dat hij hun hulp had ingeroepen. Mrs. Grant stond al beneden op hem te wachten. Alle vrouwen die Ted passeerde op de trappen, de overlopen en in de gangen,
sloegen de ogen neer en drukten de rug tegen de muur om plaats te maken. Op de derde en vierde verdieping droeg iedereen dezelfde grijs-wit gestreepte peignoir. Tante Lieselotte, hier is meneer North. Hij komt u een bezoekje brengen. Goedenavond, fräulein Müller. Goedenavond, herr dokter. Ze was een skelet. Maar de grote bruine ogen stonden helder en oplettend. Ze leek nauwelijks in staat te zijn haar hoofd om te draaien. Ze droeg een klein gebreid kapje op het spaarzame witte haar en een omslagdoek om de gebogen schouders. Het bed, de kamer, alles was kraakhelder. Ted vervolgde zijn gesprek in het Duits. Tante Lieselotte, ik ben geen dokter en ook geen dominee. Alleen maar een goede vriend van Edwina. Mag ik vragen waar u bent geboren, tante Lieselotte? Vlak bij Stuttgart, meneer. Ah, daar bent u uit Schwaben. Ja. Mag ik straks de foto's bekijken die hier allemaal aan de muur hangen? Ik hoop dat u het niet erg vindt als ik mijn handen op uw handen leg. Ja. Mijn Duits is niet zo goed, maar wat is het toch een prachtige taal. Woorden als lijden, liebe en sehnsucht. Zijn die niet veel mooier dan lijden, liefde en verlangen? Lijden, liebe, sehnsucht. Sehnsucht, ja. En uw naam dan, Lieselotte, in plaats van Elisabeth Charlotte. Ted voelde de neiging om hun drie handen bijna onmerkbaar naar haar knie te verplaatsen en hij gehoorzaamde daaraan. Haar ogen waren groot. Ze staarde naar de muur tegenover haar, terwijl ze diep en bevend ademhaalde. Ik denk aan de Duitse psalmen die ik ken via de muziek van Bach. Ze kunnen die woorden natuurlijk vertalen, maar ze kunnen niet vertalen wat wij, die van de taal houden, horen. Nog meer psalmen schoten Ted binnen en hij zei ze voor haar op. Ted hoorde zacht schuifelen op de gang, maar er werd niet gepraat door de mensen die zich daar verzameld hadden. Hij maakte voorzichtig zijn handen los, stond op en begon de kamer rond te lopen, terwijl hij stil bleef staan bij de foto's. Het eerste bekeek hij twee silhouetten, waarschijnlijk over de 100 jaar oud. Haar ouders. Ted keek haar even aan en knikte. Haar ogen volgden hem. Toen een klein vergeeld kiekje van tante Lieselotte in Central Park, zittend op een bank met links en rechts een kinderwagen. Op al die foto's, eerst als gelukkige jonge vrouw met een breed boers gezicht, dan op middelbare leeftijd met aanleg tot corpulentie, droeg ze een soort diaconessenuniform. Een muts op het hoofd met mousseline banden en een strik onder de kin. Haar voeten staken in een paar verstandige, stevige molières met vierkante neuzen. En dan Oostende 1880. Tante Lotte in een badstoel op het strand, met kinderen aan haar voeten, emmertjes, schepjes. Nog een foto. Een groot gezelschap aan boord van een jacht, gegroepeerd rondom de Duitse keizer en keizerin. Aan de rand van de foto stond tante Lotte met een baby in haar armen en een paar kleine beschermelingen aan haar rokken. Hunne keizerlijke majesteiten hebben goedgunstig de wens te kennen gegeven dat fräulein Lieselotte Mühle, een zeer gewaardeerd lid van onze huishouding, aan hen wordt voorgesteld. Kiel, 1890. Tante Lieselotte op de rotsen in Newport. Altijd met kinderen. Een trouwfoto. Bruid en bruidegom en Lieselotte. Veel liefs voor Nana van Bertie en Marianne. Juni 1909. U was ook aanwezig op de trouwerij van vader en moeder. Is het niet, tante Lieselotte? Ja. Ja, zo waar is. Foto's van de kinderkamer. Nana, als we naar bed gaan,
vertel je ons dan het verhaal? Nou, het tapijt spijt me dat ik vanmorgen zo ongehoorzaam was. Als we naar bed gaan, vertel je ons dan het verhaal van het tapijt dat door de lucht vloog? Toen liep Ted terug naar zijn stoel en ging weer zitten. Hun drie handen tegen haar knie. Ze sloot haar ogen, maar plotseling opende ze hen wijd met een uitdrukking van schrik of verbazing. De menigte die zich had verzameld op de gang vulde nu de deuropening. Een oude vrouw op krukken verloor haar evenwicht en viel voorover op de grond. Ted besteedde er geen enkele aandacht aan en Mrs. Grant stond op, hielp de vrouw overeind en bracht haar met de hulp van anderen de kamer uit. Tijdens dit incident was een andere vrouw, geen patiënte, binnengekomen en op de stoel van Mrs. Grant gaan zitten. Tante Lieselotte trok haar hand weg uit die van Ted en beduidde hem zich dichter naar haar toe te buigen. Ze sprak Duits. Ik wil sterven. Waarom laat God me niet sterven? Tante Lotte, u kent de oude psalm toch? En de muziek die Bach daarbij gemaakt heeft. Gottes Zeit is die allerbeste Zeit. Gottes Zeit is die allerbeste Zeit. Ja. Ich bin müde. Danke, junge Mann. Ted kwam met moeite overeind. Hij keek slaperig van moeheid om zich heen, waar Mrs. Grant kon zijn. Zijn oog viel op de vrouw die haar plaats had ingenomen. Ze stond glimlachend op. Oh, Edwina. Ted, ga rustig naar beneden. Ik blijf nog even hier. Henry staat onderaan de trap op je te wachten. Kun je het alleen vinden? Lieve tante, waar hebt u pijn? Heb geen pijn. Nergens. Ted probeerde naar de trap te lopen, maar de weg werd hem versperd. Hij kon zijn ogen bijna niet meer openhouden. Het liefst was hij languit op de grond gaan liggen. Tussen de tweede en de derde verdieping ging hij op een traptrede zitten, leunde met zijn hoofd tegen de muur en viel in slaap. Hij wist niet hoe lang hij geslapen had, maar toen hij wakker werd, voelde hij zich veel beter. Edwina zat naast hem op de trap, met zijn hand in de hare. Gaat het ook beter? Oh ja. Het is bijna middernacht. Ze zullen ons zoeken. We kunnen beter naar beneden gaan. Mm-hmm. Kun je lopen? Ben je weer helemaal bij? Ja. Ik geloof dat ik heel lang geslapen heb. Ik ben volkomen uitgerust. Kun je een goed bericht verdragen? Ja, natuurlijk, Edwina. 5 minuten nadat jij bent weggegaan, is tante Lieselotte gestorven. Nou, dan heb ik haar vermoord. Ik versta een beetje Duits. Ik bin müde. Danke, jonge man. Ah, daar zijn jullie. Kom maar, ik breng je thuis. Geef maar een uit. Zo, ja. Dit was Theophilus North, een hoorspelserie naar de gelijknamige roman van Thornton Wilder in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. U hoorde René Frank als Theophilus North, Elsje Scherjon als de vertelster, Marlies van Alkmaar als Edwina, Mela Soesman als Tante Lotte, Hans Veerman als Henry Simmons en Yvonne van Belle als Mrs. Grant. Techniek Henk Brouwer, regie Marlies Cordia. Theophilus North,
Een roman van Thornton Wilder, tot hoorspelserie in 26 delen bewerkt en vertaald door Josephine Soer. Deel 22, de geschiedenis van Bodo en Persis. Biedt zich aan, T. Theophilus North, Yale 1920. Leraar aan de Raritan School in New Jersey van 1922 tot 1926. Geeft bijlessen Engels, Frans, Duits, Latijn en algebra. De heer North is bereid voor te lezen in bovengenoemde talen benevens Italiaans. Tarief $2 per uur, adres postbox 11, Newport. Ted gaf geen lessen op de maandagavonden. Toen hij om 8:00 s'avonds thuis kwam, was er een brief voor hem. Zeer geachte meneer North. Ik ga vaak s'avonds nog een eind rijden met de auto. Ik hoop dat u morgenavond niet te moe bent om met me mee te gaan. Uw fiets kan bij mij achter in de auto. En ik breng u daarna weer thuis. Ik moet u iets vertellen dat nogal dringend is. Met vriendelijke groeten, Persis Tennyson. Ted stopte de brief in zijn zak en toen hij aanstalten maakte om naar zijn flatje te gaan, fluisterde zijn hospita hem toe dat er een heer op hem stond te wachten. Ted draaide zich om en zag Bodo naar hem toe komen, maar met een strak, streng gezicht, zoals Ted nog nooit van hem gezien had. Ze gaven elkaar de hand. Grüß Gott, Herr Baron. Lobet den Herrn in der Ewigkeit. Ted, ik kom afscheid nemen. Ja. Heb je nu je tijd om met me te praten? Ik wil een beetje dronken worden. Ja hoor, prima. Mijn auto staat er om de hoek. Ik heb 2 flessen schnaps bij me. Waar gaan we heen? Dohini, bij het Volkszeebad. We moeten ijs hebben. Schnaps is alleen lekker als die heel koud is. Ik kom nooit meer terug in Newport, als het aan mij ligt. Wanneer ga je? Morgenavond geven de Venables een klein dinertje voor me. Als de gasten vertrokken zijn, rijd ik naar Washington en ik rijd de hele nacht door. Zijn treurigheid was bijna tastbaar. Ted zweeg. Dohini was een bar waar geen onwettige drank werd geschonken. Het was er prettig zitten en de zaak was zo goed als leeg. Ze gingen aan een tafeltje zitten bij een open raam en bestelden 2 theekopjes, dit vanwege de drooglegging, en een emmertje ijs. De flessen en de kopjes gingen erin. Bodo en Ted gingen een strandwandeling maken in de tijd dat de drank moest koelen. Ga even zitten, Ted. Ik wil hardop denken. Oké. Vanmiddag heb ik een bezoek gebracht aan Chateau Bosworth om afscheid te nemen. Ik had het krankzinnige idee om misschien Persis ten huwelijk te vragen. Ze was iets geanimeerder dan anders, maar ja. We zijn allemaal blij als iemand die ons dodelijk verveelt afscheid komt nemen, nietwaar? Het gekke was dat haar grootvader voor het eerst belangstelling toonde voor mij. Hij wilde praten over filosofie en filosofen. Hij wou me niet laten gaan. Ik begrijp niets van haar. Ik begrijp het best wanneer een vrouw me niet mag. Maar een absolute afwezigheid van elke reactie. Alleen maar beleefdheid en ontwijkende goede manieren. Nee, daar begrijp ik geen pest van. Nee. We hebben zoveel uren met elkaar doorgebracht. Ze hebben ons letterlijk aan elkaar geplakt. Mrs. Venable, Mrs. Bosworth en nog een half dozijn anderen. We moesten wel praten. Dat kon gewoon niet anders. Ik heb haar natuurlijk gevraagd om met me te gaan dineren, maar je kan hier alleen maar naar die verdomde Münchener King. En ze zegt dat ze niet graag eet in openbare gelegenheden. En dus praten we samen bij officiële diners. En elke keer opnieuw ben ik kapot van haar. Zo vreselijk mooi. Zo'n klasse. En mijn instinct zegt me dat ze absoluut in staat is om intens te leven en lief te hebben. Ja. Ik hou van haar, oh God, wat hou ik van haar. Maar nooit laat ze merken dat ze ziet. Dat ik een levend wezen ben dat ademt en misschien wel lief heeft. Al die prietpraat.
Geen enkele vonk die overslaat. Je weet hoe dol ik ben op kinderen. Ja, ja, en kinderen op jou. Ja. Dan breng ik het gesprek op haar zoontje van 3 jaar. En nog slaat er geen vonk over. Nou, dan ga ik maar weg uit Newport. Ik kap ermee. Ik doe afstand van iets wat mij nooit werd aangeboden. Kom op, kijk of de snaps al koud is. Ja, zo, Loro. Ja. De snaps. Symbool. Symbool. Ted. Ik heb wel eens gezegd dat ik een fortuinjager was. Je zult wel gedacht hebben, wat een minderwaardige rotzak. Maar het zit zo. Ik ben het hoofd van de familie. Mijn vader is geknakt door de oorlog. Mijn moeder is een fantastische manager. Ja. In de zomer, maar vooral 's winters, neemt ze betalende logees in haar. Steeds meer mensen gaan tegenwoordig naar de wintersport. Maar het is keihard werken en de verdiensten zijn klein. Er moet steeds worden opgeknapt aan het kasteel, dan is het de riolering, dan het dak of de verwarming. Stel je dat even voor. Ik heb 3 engelen van zusters, maar een bruidgat hebben ze niet. Het is dus mijn taak om te zorgen dat ze goed en gelukkig trouwen met aardige kerels van hun eigen stand. Volgens de wet is het kasteel van mij. Maar volgens de moraal is de familie van mij. Zum wohl, broeder. Zum wohl, Bodel. Ik ga binnen het jaar trouwen. In Washington wemelt het van de aardige meisjes. Met geld die allemaal toehaben zijn. Ik heb er 2 uitgezocht en elk van die 2 zou ik kunnen liefhebben en gelukkig maken. Straks ben ik te oud om nog te gaan trouwen. Ik wil kinderen die mijn ouders kennen. Ik wil dat mijn ouders mijn kinderen kennen. Ik wil een thuis. En dan nog iets. Ik ben katholiek. Ik wil orde op zaken. Ik wil langzamerhand het rechte Roomse pad bewandelen. Bodel. Zum wohl. Zum wohl, boebe. Dus binnen het jaar ben ik getrouwd met een rijk meisje. Mag ik dat mijn dure kinderplicht noemen of ben ik een minderwaardige rotzak? Ik ben protestant, Bodo. Mijn vader en mijn voorouders liepen op hoge poten rond en vertelden aan anderen wat hun plicht was. Ik hoop dat dat van mij nooit gezegd kan worden. Herkot, die blauwe hemel, wat is praten toch goed? Misschien kan ik beter zeggen stoom afblazen. Ben je bezopen of kunnen we terug naar het onderwerp Persis? Oh ja, natuurlijk. Maar wat valt er nog over te zeggen? Nou, luister, val me niet in de reden en lach me ook niet uit. Dit is verdomd belangrijk wat ik ga zeggen. Ga je gang, ik luister. Stel je nou eens voor. Stel je nou eens voor dat er 2,5 jaar geleden een schandaal geweest was in jouw buitenlandse zaak. Dat de doofpot in was gegaan. Ik noem maar iets. Belangrijke papieren zoek geraakt en iemand van BZ die ze waarschijnlijk verkocht had aan de vijand. Neem nou eens aan dat er een zweem van verdenking op jou had gerust. Nou, na een grondig onderzoek was jij volmaakt onschuldig bevonden. Geen rechtszaak, want er was geen telastlegging. Maar je werd wel gekonkeld achter je rug. Toch een man waar een schaduw over ligt. Maar ook niet. Waarom vertel je me dat? Zou je doen? Negeren. Weet je dat zeker, Bodo? Je weet toch hoe mensen kletsen? Zo in de geest van, toch zit er meer achter dan je wel denkt. En de stams hebben zulke goede relaties dat ze alles wel in de doofpot kunnen stoppen. Je kent dat toch? Theophilus, waar heb je het in vredesnaam over? Nou, misschien is Persis Tennyson zo'n vrouw waar een schaduw over ligt. Een hoogstaande vrouw als Persis zal in haar situatie elke man die ze respecteert en misschien lief heeft op een koele afstand houden, omdat ze geen verdenking in zijn familie wil brengen. Je hebt gelijk. Je weet dat haar man zich van kant heeft gemaakt, hè? Ja,
Ik weet alleen dat hij een enorme gokker was. En dat hij zich voor zijn kop heeft geschoten omdat hij schulden had. Ja, nou, ik weet ook niet meer. Ted, wat moeten we doen? Nou, ik heb hier een brief van haar. Ik weet waar ze met me over wil praten. Heel misschien wil ze me ook de ware toedracht vertellen over de dood van haar man. In de hoop dat ik dat verder in omloop breng. Hm. Oké, Bodo, nog een kleine schnaps. Ik heb een zware dag gehad. En morgen weer. Wil je me hier naar huis brengen? Ach, natuurlijk. En mag ik iets voorstellen? Natuurlijk. Hoe laat ben je klaar met dat diner? 11:30, denk ik. Daarna rij je naar Washington? Ja. Oké. Stel je vertrekt 2 uur uit. En misschien heb ik dan een paar feiten waar we mee verder kunnen. Om 22:30 s'avonds fietste Ted naar Chateau Bosworth om dokter Bosworth, de grootvader van Persis, weer een keer voor te lezen. Sinds de oude heer zich veel beter voelde, werd er om 23:30 thee geserveerd met een biscuitje, waar Ted altijd stevast voor bedankte, en werd er wat gepraat. Ja, meneer North, september is de mooiste maand van het jaar hier in Newport. Ik hoop dat u niet van plan bent om dan weg te gaan, zoals zoveel anderen. Ja. Ik zou u erg missen. Dank u, dokter Bosworth. Mijn kennissenkring verengt zich in de wintermaanden. Nog gelukkig heb ik tegenwoordig de autotochtjes met mijn kleindochter. Ja, vele mensen vinden haar zeer gereserveerd, maar ze is een intelligente vrouw en heel muzikaal, wist u dat? Nee, dokter Bosworth. Ja, ja. Tot de tragische dood van haar man nam ze altijd les bij de beste zangpedagoog van New York. Je hebt toch wel gehoord van de treurige omstandigheden van zijn dood? Ik weet alleen dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Ja. Het is het beste om die hele ellende geschiedenis maar te vergeten. Denkt u dat Mrs. Tennyson het uit haar hoofd heeft gezet om ooit nog te hertrouwen? Oh, meneer North, kandidaten genoeg, hè? Ik zou het toejuichen, maar ze leeft alleen voor haar zoontje. Voor boeken en muziek. Ja, als ze niet wil, houdt het op. Ik meen te weten dat de baron Stams oprecht in haar geïnteresseerd is. Ja, dat is een aardige man. Uh-huh. Maar een buitenlander, hè? Ach, ik weet dat niet zo. Ik ben maar een boertje uit Wisconsin. Van de andere kant is het zelfs voor een buitenlander een heel ding om te trouwen met een weduwe wie een man zich van kant heeft gemaakt, waar ze bij was. Zij was er niet bij. Oh? Het zijn leugens, meneer North. Allemaal leugens. Het gebeurde aan boord van een schip. Hij schoot zich een kogel door het hoofd op het bovendek. Hij speelde graag met vuurwapens. Elke krankzinnige heeft toch die gemene anonieme brieven rondgestuurd. Mijn God, wat een nare mensen zijn er toch. Ted troostte de oude heer zo goed als hij kon. Kort daarop klopte Persis aan de deur en nodigde Ted uit voor een avondritje, zoals was afgesproken in haar brief, waarmee ons verhaal begon. Volgende week zullen we zien hoe Ted achter de volle waarheid kwam en hoe hij de aanzet kon geven tot een happy ending. Dit was het 22e deel van Theophilus North, een roman van Thornton Wilder in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. U hoorde René Frank, Elsje Scherjon, Rijn Edzard, Diana Dobbelman en Bernard Droog. Techniek Henk Brouwer, regie Marlies Cordia. Theophilus North, een roman van Thornton Wilder, tot hoorspelserie in 26 delen bewerkt en vertaald door Josephine Soer. Deel 23, het vervolg van de geschiedenis van Bodo en Persis. Bodo, baron Stams, de vriend van Ted, wil trouwen met Persis, de mooie jonge weduwe Tennyson. Maar Persis is zo koel en afstandelijk tegen iedereen, ook tegen Bodo,
dat Ted Lond begint te ruiken en wat dieper in het verleden duikt van Persis en haar man die zelfmoord pleegde aan boord van een schip door zich een kogel door het hoofd te jagen. In een gesprek met Dr. Bosworth, haar grootvader, blijkt dat er smerige anonieme praatjes de ronde doen en dat Persis zich daar zo door geschandvlekt voelt dat zij eventuele huwelijkskandidaten op een afstand houdt, uit vrees hen te schaden in hun goede naam. Ouderwets misschien, maar we zitten in de 20e jaren en ook nog in de hoogste kringen. We zijn getuige van een verhelderend gesprek tussen Ted en Persis tijdens een nachtelijke autorit. Ik vind het prettig om 's avonds laat nog een stuk te rijden. 'S Morgens kom ik daar niet toe. Hoe is het hier aan zee als de zon opkomt? Ah, het is prachtig. Adembenemend. Maar, Mrs. Tennyson, ik geloof niet dat u mij hebt gevraagd mee te rijden om te praten over de zonsopgang. Ik geloof eerder dat u mij wilt waarschuwen voor iets. Ja, dat is te zeggen. U wilde mij weer waarschuwen voor een paar van uw familieleden die mij haten. Dat uw grootvader weer fit en gezond is geworden, dankzij onze gesprekken over filosofie, autosuggestie en nog enkele andere zaken. Ze hadden hem liever oud en ziek gelaten, want toen konden ze hem financieel beter naar hun hand zetten. Zo is het toch. Ja, oh ja, zoiets gemeens, zoiets... Ik ben absoluut niet bang of zelfs maar gevoelig voor hun lastercampagnes. Ik lust ze rauw, zal ik u vertellen. Oh, lieve meneer Nolf, ik wou dat u mij leerde hoe een mens zichzelf kan verdedigen tegen lasten. Waarom gaat u niet weg? De atmosfeer in Chateau Bosworth is ver van plezierig. Twee redenen. Ik hou heel veel van mijn grootvader. En dan, waar moet ik naartoe? Ik haat New York. Europa? Daar heb ik voorlopig ook geen zin in. Ik ben een oude weduwe die alleen leeft voor haar zoon en haar grootvader. De vernederingen waar ik soms aan word blootgesteld. De verveling bij alle officiële gelegenheden. Ach, het raakt me niet. Ik word daar alleen zo ontzettend oud van. Maar wilt u me leren hoe je je moet verdedigen tegen lasterpraat? Mag ik je alleen voor vanavond Persis noemen? Maar natuurlijk. Is het echt zo dat jij wordt belasterd? Ja, dat weet ik zeker. Ik heb er nooit iets van gehoord. Ik weet ook niet wat ze van je zeggen. Het enige dat ik weet is dat je man zich van het leven heeft beroofd terwijl hij alleen was op een schip in volle zee. Ik denk dat de roddelpraat te maken heeft met die tragische gebeurtenis. Mm-hmm. Ik weet zeker dat er op jou nooit iets valt aan te merken. Ik zeg je één ding. Om hier een end aan te maken, moet de volle waarheid aan het licht gebracht worden. Niets in het oogpunt. Keiharde feiten op tafel. Persis, wil je liever dat we van onderwerp veranderen? Nee, Ted. Ik wil het hele verhaal vertellen als ik mag. Ik wil niets liever dan dat alle roddelaars en briefschrijvers de waarheid horen. Mm-hmm. Ik hield van mijn man, maar in een ogenblik van ondoordachtzaamheid, wie weet waanzin, heeft hij me achtergelaten in een mist van achterdocht. Laat horen. In het jaar dat ik debutante was, werd ik smoor verliefd op een jonge man, Archer Tennyson. Hij was niet in de oorlog geweest omdat hij in zijn jeugd TBC had gehad. Ja. Ik geloof dat dat de oorzaak was van alle ellende na de hand. We trouwden en we waren samen heel erg gelukkig. Hoewel hij roekeloos was. In het begin vond ik dat prachtig. Later maakte het me bang. Mm-hmm. Hij reed veel te hard auto. Het liefst nog met mij en de baby naast zich. Het skiën nam hij altijd de gevaarlijkste afdalingen. Was gek op bobsleeën en meer van die dingen. Toen merkte ik dat hij verslaafd was aan gokken. Het ging hem om het spel en niet om de knikkers. Ga eens door. Nou ja, hij ging dikwijls in baars rond. Hij werd een zwetser, een opschepper. Het verhaal is bijna uit. Hmm. Het kon natuurlijk niet uitblijven dat hij eens iemand zou ontmoeten die aan dezelfde waanzin leed. En dat gebeurde dan ook aan boord van een schip. En natuurlijk in een bar. Ja. Het was een oorlogsveteraan met een paar wilde ogen in zijn kop. Ik was erbij. Allemaal verhalen uit de oorlog, hoe spannend het was geweest en hoe gevaarlijk. Hoe ze toch gelachen hadden als het een dubbeltje op zijn kant was. En mijn man vond het allemaal prachtig, prachtig.
Zijn vrouw had het natuurlijk al 100 keer gehoord en ging naar haar hut. Ik probeerde Archer ook mee te krijgen, want ze dronken zoveel. Maar hij luisterde niet naar me. Nou, en ik ging toen ook maar slapen. De volgende morgen werd Archer gevonden op het opperdek met een revolver in zijn hand en een kogel door zijn hoofd. Zo is het dus gegaan. Ja. Er vond een onderzoek plaats en een lijkschouwing. Ik heb toen verklaard dat mijn man en die majoor Michaelis een paar avonden hadden zitten praten over Russisch roulette. Alsof dat een grap was. Maar dat heeft niet in de kranten gestaan. De familie Michaelis heeft ook alles in de doofpot gestopt. En het is juist dat stilzwijgen over de hele linie wat mij zoveel kwaad heeft gedaan. De uitspraak luidde dat mijn man zelfmoord had gepleegd in een vlaag van waanzin. Ja, ja. Ik begrijp het. Daar zat ik dus. Niemand die me hielp. Mrs. Venable was heel lief voor me en ze zei steeds, we moeten erover zwijgen, dan vergeten de mensen het wel. Mm-hmm. Ja, ze kent de familie Michaelis en ze kent de verhalen rondom de majoor. Ze weet ook dat hij zijn clubvrienden altijd lastig valt met zijn gebral over Russisch roulette. Wat? Weet ze dat? Weet ze dat werkelijk? Ja, ze heeft het in vertrouwen aan mijn grootvader gezegd. Ja, maar waarom zegt ze het niet in vertrouwen aan haar kennissen op die beroemde dinsdagen? Als ze haar zoer houdt. Ach nee, zo lief als ze is. Maar Mrs. Venable houdt niet van onverkwikkelijkheden. Zo is het toch. Ted, het spijt me dat ik je hiermee lastig heb gevallen. Ach. Ik ben nu eenmaal besmet. Er is niets meer aan te doen. Het is te laat. Oh, geen sprake van. Waar zit die familie Michaelis tegenwoordig? De majoor wordt verpleegd in een sanatorium in Chevy Chase. En ik denk dat zij in hun huis in Maryland woont, daar vlakbij. Precies. Mrs. Venable is een vrouw met een goed hart in feite. Is het niet? Oh, jazeker. Maar jij kent de oude garde niet hier in Newport. Mm-hmm. In die kringen spreekt men nooit over onaangename of pijnlijke zaken. Oh, oude sluiervis in een glazen kom. Wat een onwezenlijke toestand. Precies. Geeft Mrs. Venable geen lunchparty op donderdag voor de oude garde? Ben jij daar ook bij? Oh, nee. Ik ben daar niet oud genoeg voor. Ik denk, we moeten een ambassadeur vinden die de oude garde en Mrs. Venable onder ogen brengt dat het hun christenplicht is om aan iedereen te vertellen hoe die vork in de steel zit. Mm-hmm. Ze moeten dat doen. Al is het maar in het belang van je zoontje. Ja. Het lijkt me dat die ambassadeur een man moet zijn. En wel een man waar Mrs. Venable op gesteld is. Iemand met autoriteit en een hoge positie. Ik heb de baron Stams de laatste tijd veel beter leren kennen. En ik kan je verzekeren dat hij geweldig de pest heeft aan onrechtvaardigheid. Oh, maar... Al 2 zomers is hij huis en gast van Mrs. Venable. Heb je niet kunnen merken dat ze hem hoogacht en hem bovendien erg aardig vindt? Ja, maar... Komt nog bij dat hij jou zeer bewondert. Precies. Heb ik je toestemming om hem het hele verhaal te vertellen en hem te vragen om jouw ambassadeur te zijn? Neem je kwalijk. Ik vergeet iets. Jij mag hem niet. Oh, nee, dat mag je niet helemaal zo zeggen. Begrijp je nu waarom ik zo cool en onpersoonlijk moest zijn? Ik ben besmet. En ik wil er eigenlijk niet meer over praten. Nou, doe jij maar wat jou het beste lijkt. Ja, Bodo wilde vandaag al weg uit Newport. Maar hij blijft tot morgen en morgenochtend zal hij een gesprek hebben met Mrs. Venable. Dat beloof ik je. Je moet hem eens horen als hij ergens over in vuur en vlam raakt. Wil je me nu naar huis rijden, alsjeblieft? Ik heb nog wat te regelen. Ook al is het laat. Nou, vertel jij nou ook eens wat over jezelf, Ted. We hebben alleen maar over mij gepraat. Goed. Kijk. We zijn allemaal het product van onze afkomst. Ik ben een lid van de middenklas uit het midden van Amerika. We zijn doktoren, dominees, leraren. Ach, redacteuren van plaatselijke kranten. Kleine advocaten. Mm-hmm. Alle zoons en vele dochters gingen naar de HBS. Grote dure cadeaus, zoals de rijke mensen in Newport we hier dikwijls hebben willen geven, vonden we op een duistere manier vernederend. Mm-hmm. Dat werd bij ons dus nooit gedaan. We vonden het zelfs een tikkeltje belachelijk. Als een jongen een fiets of een tikmachine wilde hebben, nou ja, dan nam hij een krantenwijk of hij bezorgde de Saturday Evening Post huis aan huis. Ja, of hij maaide het grasveld van de buurman. Gebeurde er nooit narigheid in de middenklas? Oh, jawel. Mensen zijn overal hetzelfde.
Maar sommige milieus hebben een grotere starheid dan andere. Waarom vertel je me dit allemaal? Denk aan jouw zoon Frederik. Hoezo? Ja, een vrouw die in 1918 op Bellevue Avenue werkte, ik denk wel dat je haar kent, heeft eens gezegd: rijke jongetjes worden nooit echt volwassen. Althans, zelden. Oh, dat is buitenkant. Dat is niet waar. Nou, heb je Bode wel eens horen praten over zijn ouderlijk huis? Vader, moeder, zusters, grote familie. Het kasteel is gedeeltelijk boerderij. Ah, er wordt veel gelachen. Wat een heerlijke omgeving voor een vaderloos jongetje. Heeft hij je gestuurd om dit allemaal te vertellen? Nee, nee, het tegendeel. Hij heeft me gezegd dat hij wanhopig wegging uit Newport. En dat hij niet van plan was om hier ooit nog eens terug te komen. Ze waren bij Ted's huis aangekomen. Ted haalde zijn fietsje uit de achterklep. Totdat de wolk van verdenking is opgeklaard, heb ik verder niets te zeggen. Wel bedankt dat je mee bent gegaan en je naar mijn verhaal hebt willen luisteren. Mag dit mens de middenklasse een kusje geven? Jawel, als niemand kijkt. Bodo? Ja? Ben jij het, Ted? Bodo, zou het mogelijk zijn dat je tot morgen 12 uur in Newport blijft? Mogelijk wel, ja. Maar waarom? Wat is het voor zin? Nou, dan kun je morgenochtend een gesprek hebben met Mrs. Venable, onder vier ogen. We dronken meestal om 10:30 een kopje warme Weense chocolademelk samen, ja. Ted vertelde Bodo het hele verhaal. En eindigde met hem te vragen of hij de taak van ambassadeur voor Persis op zijn schouders wilde nemen. Ja, ik moet wel. En bij God, het zal me lukken. Alleen één ding. Nu weten we nog niet of Persis van mij kan houden. Stommerd. Ik weet het zeker, geloof me. Maar hoe? Hoe weet je dat dan zeker? Vraag het niet. Ik weet het gewoon. Oh, en nog iets. 29 augustus zal je terug zijn in Newport. Dat kan niet. Waarom? Wat voor reden? Hoe weet je dat? Je superieuren sturen je terug. Oh, en Bodo, breng een verlovingsring mee. Jij hebt je vrouw baronin gevonden. Ik word gek van jou, verdamme nogmaals. Ik schrijf je nog wel. Ga nu naar je bed, jij hebt het nodig. En ik ben back af. Pizza. Ted liep naar zijn voordeur en Bodo reed weg. De geest was over hem vaardig geworden. Edwina zou hem helpen. Ach ja, Edwina. De verloofde van zijn vriend Henry. De mooie Engelse kamenierster die zoveel gezien en geleerd had in dit leven. Ted had een vage notie hoe zij met hulp van commissaris Dieffendorf de juiste toedracht aan het licht zou brengen van de gewelddadige dood van Archer Tennyson. En hoe ze die toedracht, net als Bodo morgenochtend, discreet door zou spelen aan Mrs. Venable, die almachtige dame du grand monde. Dit was het 23e deel van Theophilus North, een roman van Thornton Wilder in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. U hoorde René Frank, Elsje Scherjon, Rijn Edzard en Diana Dobbelman. Techniek Henk Brouwer, assistentie Yvonne van Bellen, regie Marlies Cordia. Theophilus North, een hoorspelserie naar de gelijknamige roman van Thornton Wilder in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. Het 24e deel van Theophilus North, de geschiedenis van Edwina. Bied zich aan. T. Theophilus North, Yale 1920. Leraar aan de Raritan School in New Jersey van 1922 tot 1926. Geeft bijlessen Engels, Frans, Duits, Latijn en algebra. De heer North is bereid voor te lezen in bovengenoemde talen benevens Italiaans. Tarief $2 per uur, adres postbox 11, Newport. Wij weten uit een vorige aflevering dat Ted eindelijk Edwina had leren kennen.
de lang verbeide verloofde van zijn vriend Henry Simmons. Die twee hadden Ted inlichtingen verstrekt over tante Lotte, de hoogbejaarde Duitse nanny die zo moeilijk had kunnen sterven. Iets anders was dat Ted bij de eerste oogopslag had gezien dat hij Edwina van vroeger kende onder de naam Toinette, oftewel Mrs. Wills. In de herfst van 1918 was Ted een soldaat van 21 jaar en zijn basis was Fort Adams in Newport. Hij had er net een week verlof op zitten die hij had doorgebracht bij zijn familie in New York en hij bevond zich aan boord van een luxueuze lijnboot die hem de volgende morgen om 6 uur weer bij Newport zou brengen. Het schip was verduisterd, want het was nog oorlog, en het gevaar van Duitse onderzeeërs was niet denkbeeldig. 'S Avonds in de bar zat aan het tafeltje naast het zijne een elegant gekleed echtpaar dat ruzie had. De man had waarschijnlijk gedronken en was buiten zichzelf van drift. De vrouw zat kaarsrecht op haar stoel met de rug naar Ted toe. Ze probeerde haar man te sussen en wist zich kennelijk geen raad. Ja, jij zit me al jaren tot hier. Je probeert iedereen tegen me op te zetten. Edgar. Wat gezalig dat ik een maagsfeer heb. Ik heb geen maagsfeer. Jij probeert me te vergiftigen, dat is het. Je speelt onder één hoedje met die hele rotfamilie. Maar ik zie ze toch alleen als jij erbij bent. Je telefoneert met ze. Zo gauw ik mijn hielen heb gelicht, hang jij aan de lijn. Uren. Het is jouw schuld dat ik gedeballoteerd ben met die verdomde club. Geen vrouw krijgt zoiets voor elkaar. Jij wel. Jij bent zo verrekt slim. Jij kan alles. Je hebt het voor jezelf bedorven. Je bent heel onhebbelijk geweest tegen de voorzitter. Ga toch wat slapen, alsjeblieft. Over 7 uur moeten we van boord. Ik blijf nog even zitten. Ik ga dan pas naar de hut als jij al slaapt. Toinette. Ja, mevrouw. Je kunt naar bed, Toinette. Ik heb je niet meer nodig totdat we aan de kade liggen. Ik heb nog wat naaiwerk bij me, mevrouw. Het licht is hier beter. Ik zit nog een uurtje daar in de hoek. Ik heb gehoord dat er zwaar weer op komst is. Daarna ben ik in het 77 als we nog nodig komen. Hé, ja, mooi is dat, Toinette. Nou weet de hele boot het nummer van je hut. Edgar, ik wil dat je morgen hiervoor excuses aanbiedt aan Toinette. Ach, wat jij toch. Dat gazeur. Blijf jij hier nog maar zitten tot je naar ons weegt. Ik ga naar mijn nest. En de deur gaat op slot. Emma zit er. Emma biedt met Toinette. Toinette, hier is de sleutel van mijn hut. Wil je mijn nachtgoed alsjeblieft voor me inpakken? Ik moet de purses zien om te kopen voor een hut voor mij alleen. Oh, nou, je zoekt het maar uit. Ik ga weg. Mevrouw, u zou me groot genoegen doen wanneer u mijn hut neemt. Ik kan die paar uur best opblijven. Het zou niet de eerste keer zijn. Ik denk er niet aan, Toinette. Korporaal, hebt u een hut alleen? Jazeker, mevrouw. Ik geef u hier $30 voor. Mevrouw, ik ga meteen mijn spullen pakken en ik breng u de sleutel. Maar ik wil er geen geld voor. Stop, dat kan ik niet aannemen. Ik ga naar de purser. Miss Toinette. Als ik u de sleutel van mijn hut geef, dan denk ik dat ze wel in uw hut wil. Korporaal, we moeten dit soort mensen de dingen laten doen op hun manier. Die manier maakt niet zo'n erg volwassen indruk, moet ik zeggen. En hoorde ik u daarnet iets fluisteren over een revolver, of verbeelde ik me dat? Mag ik uw naam weten, meneer? North. Theophilus North. Ik heet Mrs. Wills. Meneer Montgomery speelt altijd met revolvers, alhoewel ik er nooit gehoord heb dat hij ze ook afschiet. Maar hij heeft altijd zo'n ding naast zijn bed liggen. Alle rijke jongens hebben dat. Meneer Montgomery leidt zo nu en dan aan zenuwinzinkinkjes, zal ik maar zeggen. Daarom heeft de dokter mevrouw Montgomery aangeraden om de echte kogels te verwisselen voor losse vlodders, begrijpt u. Hij is vanavond wat in de war. Zo noemen wij dat. Wat gaat er nu gebeuren, denkt u? Straks komt hij weer tevoorschijn en dan heeft hij spijt. Tranen, excuses. Zulke mannen zijn erg afhankelijk van anderen. Hij zal het dan ook goed vinden als hij een injectie krijgt. Wij noemen dat een slaapmiddeltje, dat klinkt wat aardiger. Het moet wel een opwindend leven voor u zijn, mevrouw. Niet meer. Ik heb opgezegd. Ik ga in New York wat anders doen. Ik blijf op om te zien hoe het afloopt. Ik zou graag willen dat u zo gaat zitten dat we elkaar in het oog kunnen houden. Ik vind het toch een vervelende situatie voor u. Zelfs losse vlodders kunnen wel eens narigheid geven. Meneer Wills zal wel blij zijn dat u ontslag hebt genomen uit zo'n onplezierige dienst. Meneer Wills? Mm-hmm. Die heb ik een week geleden op de boot gezet naar Engeland. Hij had heimwee naar Londen.
Hij hield niet van Amerika en was aan de drank geraakt. Ach, korporaal, de fouten die we maken bezorgen ons geen echt verdriet als we weten waar het om gaat. Mevrouw Montgomery kwam onverrichter zaken terug van de purser. Ted bood opnieuw zijn hut aan, zeggende dat hij in Fort Adams soms nachten opbleef om te kaarten. Mrs. Montgomery dacht even na en stelde toen voor om dan nu ook maar te gaan kaarten, aangezien ze zich anders de komende uren toch maar zou vervelen, en al dus gebeurde. Ted haalde een sergeant-majoor en een korporaal uit een zaaltje ernaast. Toinette ging erbij zitten met haar naaldwerk en er werd een uitstekend robbertje bridge gespeeld door 3 militairen en een lady. Na een half uur verscheen Edgar Montgomery weer ten tonele, precies zoals Toinette had voorspeld, maar niet met tranen en excuses, integendeel. Het vredig aanzien van de bridgers en Toinette scheen hem te irriteren. Hij voelde zich kennelijk buitengesloten. Langzaam slenterde hij naar de bar, bestelde een glas sodawater, haalde een zakflacon tevoorschijn en deed er een ferme scheut whisky bij en ging aan een tafeltje zitten, terwijl hij broeierig naar het gezelschap keek. Mrs. Montgomery hield hem scherp in de gaten, maar liet niets merken. Rissons à tout, sergeant. We laten ons niet inpakken. Mevrouw, ik ben een beetje langzaam als ik net bezig ben, maar dat komt best goed met ons. We maken ze in met boter en suiker. Echt zo, vraag wel excuus. Het is middernacht. Ja, middernacht. Dat gaat mis. U bent aan slag, Corporal North. Op dat moment vuurde Edgar. Een stuk kurk vloog met een klap tegen Ted's rechterschouder en viel toen voor hem op tafel. Hij liet zich ogenblikkelijk vallen en lag voor dood op de grond. Edgar! Corporaal! Hij is gewoon. Corporaal, corporaal, kunt u mij horen? Meneer Montgomery stond te hijgen. Toen klapte hij voorover en kokhalste. De sergeant nam hem de revolver af, bekeek het ding en liet de patronen op tafel vallen. Zijn losse vlotten, verdomme. Corporaal, verstaat u mij? Zeg wat. Ik denk dat het alleen maar de schok was, mevrouw. Edgar, je bent moe. Ik ook trouwens. Het was erg vermoeiend allemaal. Een klein slaapmiddeltje zou je goed doen. Ja. Kom, ga je mee? Ja, Martha, wat is er gebeurd? Jij altijd met je grapjes. We hebben er erg om moeten lachen. Rechtsaf, Edgar. Ja. Nee, volgende deur. Welterusten, heren. Laat maar, Toinette. Ik kan het alleen wel af. Wij gaan nog wat aan Dick. Goedenavond. Bartender. 2 sodawater, graag. Zeker, meneer. Wat voor kleur hebben je ogen toch? Sommigen zeggen blauw in de morgen en lichtbruin in de avond. Haar handen vertoonden sporen van hard werken in haar prille jeugd. Ze deed echter geen enkele poging om ze weg te stoppen. Ben je Engels? Ik denk het wel. Ik ben een vondeling. Een vondeling? Ja, gevonden op de stoep in een mandje. Mandje? Nee toch, heb je enig idee? Theophilus, denk nou even na. Ik was een paar dagen oud. Ik denk dat ik half Iers, half Joods ben. Ik ga een zaakje beginnen in New York en later misschien ook in Newport. Mm. Alleen maar mooie dingen. Geen Japon of hoeden, alleen maar mooie dingen. Heel simpel, maar perfect. Voor een groot succes, ik weet het zeker. Wat doe jij? Ik ben student. Als de oorlog voorbij is, ga ik terug naar de universiteit. Ik studeer talen. En als je al die talen geleerd hebt, wat ga je dan doen? Oh, in ieder geval geen kantoorbaan. Ik word toneelspeler of detective of ontdekkingsreiziger of leeuwentemmer. Ach, ik kan al dit geld verdienen. Ik wil gezichten zien. 1 miljoen gezichten wil ik lezen. Heb ik trouwens al gedaan. En jij ook. Maar jij bent een nieuw gezicht. Geen handkus, corporaal, dat kan toch niet in het openbaar? Ach, dames en heren, de bar sluit over 5 minuten. Corporaal, wij houden hier niet van vrijpartijen. Ik zei dames en heren en dat meen ik ook. Barman, die toon bevalt me niet. Deze dame en ik zijn al 3 jaar getrouwd. Hm? Ik
wil dat u mijn vrouw ogenblikkelijk uw excuses aanbiedt. Neemt u mij niet kwalijk, mevrouw. Toch moet ik zeggen dat er hier vreemde dingen gebeuren. Uw man lag hier nog geen 20 minuten geleden voor dood op de grond. Ach ja, baarman, we moeten wat door de vingers zien van soldaten die maar kort verlof krijgen voor ze over zee gestuurd worden om hun leven voor ons te wagen. Mijn man is een heel bijzondere man. Hij spreekt 12 talen vloeiend, beter nog dan zijn moedertaal. Zo, zo. Tja, dat is niet misselijk. Mijn compliment, meneer. Dank je, baarman. Boven aan de trap verscheen een verweerde zeeman met een grijs ringbaardje. Hij droeg oliegoed en een zuidwester en hij zwaaide met een stormlantaarn. Iedereen staarde hem aan. Dames en heren, ga stilte alsjeblieft. Zo even is er een bericht binnengekomen bij de Marconist. De schipper heeft me opdracht gegeven om het te vertellen aan alle passagiers die niet naar bed zijn. Er staat een hoge zee en misschien komen we wat later aan een nieuw boot. Tommy, ja. De schipper zegt dat de maatschappij iedereen die nog op is een gratis borrel aanbiedt. Dames en heren, de oorlog is afgelopen. Er is een wapenstilstand. En dan mag ik naar de machine. Ik riep het al voor iedereen. Laten we bij elkaar blijven. Ik kan je niet verstaan. Jawel, wel maar, dat kan je wel. Hoe kom je op het idee? Toilet. Hij tilde haar op en draaide als een wilde in het rond met Toinette in zijn armen. Toen ze ademloos weer op de grond stond, ging ze naar haar hut. Ted ging naar boven, pakte zijn spullen en volgde haar. Charme d'amour, qui saurait vous peindre? Dit schreef Benjamin Constant eens. Verrukking van de liefde. Wie kan er ooit een beeld van geven. Dit was het 24e deel van Theophilus North, een roman van Thornton Wilder in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. U hoorde René Frank, Elsje Scherjon, Jan-Simon Minkema, Loekie Knol, Marlies van Alkmaar, Klaas Hulst, Olaf Wijnands en Jan Wechter. Techniek Henk Brouwer, regie Marlies Cordia. Theophilus North, een roman van Thornton Wilder, tot hoorspelserie in 26 delen bewerkt en vertaald door Josephine Soer. Deel 25, het vervolg van de geschiedenis van Edwina. In onze laatste aflevering hebben we meegemaakt dat de wapenstilstand werd gesloten. En Ted dit feit op een wel heel romantische manier mocht vieren aan boord van een schip in gezelschap van Toinette, de bekoorlijke kamenierster van Mrs. Montgomery. Toinette deelde die nacht haar hut met Ted en de volgende ochtend zou het schip afmeren in de haven van Newport. Toen Ted wakker werd, was ze al verdwenen. Ook haar bagage was al weg. Op de spiegel stond met zeep geschreven: blijf altijd zoals je bent. Ted kleedde zich snel aan, ging van boord en kwam op de kade terecht in Newport, dat al uitzinnig was van vreugde. November 1918. Vrede voor eeuwig en altijd, dacht Ted. Het zou 8 jaar duren voor hij weer met Toinette in contact kwam. Maar nu heette ze Mrs. Edwina Wills en ze was verloofd met Henry Simmons, Ted's beste vriend. Geen van beiden, nog Ted, nog Edwina, zouden ooit nog de gedenkwaardige wapenstilstand ter sprake brengen of zeggen dat ze elkaar van vroeger kenden. Ted zag Edwina en Henry bijna dagelijks. Het trio was erg gesteld op elkaar. Het was Edwina voor de wind gegaan. Haar winkels, eerst in New York, later nog een in Newport, waren een groot succes.
Zijzelf noemde zich nog steeds kamenierster, hoewel ze elk aanbod in die richting afsloeg. Nu speelde zij een merkwaardige rol in New York en Newport. Geen bal, geen groot diner was meer denkbaar zonder Edwina's aanwezigheid in het boudoir, gereserveerd voor de dames. Vele gasten brachten hun eigen kamenierster mee, maar geen vrouw was helemaal zeker van haar verschijning, tenzij Edwina deze had goedgekeurd. Haar strenge motto, nooit te veel van wat dan ook, had het modebeeld veranderd. Ze had voorgevoeld dat de baroktijd van de opgetuigde vergatten voorbij was en dat de nieuwe mode sluik, klassiek en simpel werd. Zij leerde de ladies die nieuwe trend te volgen en ze was onmisbaar. Ze troostte oud en jong, ze luisterde en ze begreep. Ze werd aan huis gevraagd om huwelijksuitzetten en om rouwkleding uit te zoeken. En soms vroeg men haar oordeel over alles wat er in de kasten hing. Ze vond het heerlijk werk. Het betaalde uitstekend. Maar de spil van alles was haar liefde voor Henry en haar vriendschap met Mrs. Amelia Cranston, de wijze en moederlijke pensionhoudster bij wie zij de mooiste kamers van het huis bewoonde. Ted was daar 's avonds vaak de gast. Hij had het nu minder druk en het werd tijd dat hij zich ging bezighouden met het probleem Persis en Bodo. De trouwe luisteraar zal zich herinneren dat Ted tegen Bodo zei dat Bodo 29 augustus terug zou komen naar Newport. Maar dat was een volslagen slag in de lucht geweest. En daar moest wel iets aan gedaan worden. De dag nadat Bodo was vertrokken, kwam Ted thee drinken bij Edwina. We hebben een gast, Teddy Boy. Onze zeer gewaardeerde politiecommissaris Dievendorf. Mrs. Cranston en ik mogen dan arme, hulpeloze vrouwen zijn. We hebben de commissaris toch vaak een dienst kunnen bewijzen. En hij ons. Ja, leuk. Ik verheug me al bij voorbaat op zijn komst. Ach, weet je, ik zal je een voorbeeld geven. De doodsangst van bedienden is dat ze ontslagen zullen worden zonder getuigschrift. Oh ja? Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Nou, toch is het zo. Rijke mensen zijn onzeker, voelen zich soms bedreigd. Als ze dan in hun zenuwen een briljante armband wegstoppen op de verkeerde plaats, krijgt het inwonend personeel helaas maar al te vaak de schuld en wordt ontslagen zonder getuigschrift. Oh. Ze krijgen dan nergens meer behoorlijk werk. Wat vreselijk. Ja, de politie wordt erbij gehaald, maar de politie haalt mij er dan weer bij, snap je? Nee. Ik ken het eekhoorncomplex van die rijke stakkers en ik ga dan voor ze zoeken. Meestal vind ik dat juweel dan en soms op de gekste plaatsen. Iedereen is dan blij en opgelucht, ook de commissaris. Ja, ja, zeg Edwina, mag ik weten wat je plannen zijn voor het bediendenbal dit jaar? Weet je ongeveer hoe het meestal gaat? Nou, ik weet alleen dat Mrs. Venable haar balzaal ter beschikking stelt. Dat Henry en jij samen voorzitter van het feestcomité zijn. En dat iemand die er niet bij hoort, niet meer op het balkon naar jullie mag gaan zitten kijken zoals vroeger. We hebben geen plannen. Ik heb nog geen idee. Kijk, we voelen niets meer voor een gekostumeerd bal. Ja, we hebben genoeg van die zeerovers en die zigeunermeisjes. Moet iets wat anders. Weet jij niet? Nee, maar ik weet het niet, ik zie wel iets moois, een droom. Vertel eens. Nou, als je nu eens twee eregasten van Bellevue Avenue inviteerde. Een mooi, charmant stel mensen van wie iedereen weet dat ze altijd aardig zijn tegen het bedienend personeel. Zo'n uitnodiging is een eer en zo zullen zij het ook voelen. Zeg ze tactvol dat het erg gewaardeerd zou worden als ze hun mooiste balkleding aantrekken. Teddy, je bent niet goed snik. Waarom zouden ze willen komen? Nou, omdat ze aardig zijn en een wezenlijke belangstelling voor het personeel hebben. Ik ken een gentleman die vaak dineert in een huis waar ik lesgeef. Wie dan, Teddy? Oh, en ik ken een plaatmooie lady die twee keer per week dineert in het huis waar jullie je bal gaan geven. De hele staf kent haar van kindsbeen af. Ze noemt hen allemaal bij de naam. En ze is dol op jou, Edwina. Nou, vooruit, zeg eens op. Wie zijn dat? Baron Stams en Persis Tennyson. Wat? Allemachtig. Ja. Hij heeft gelijk. Ja. Ach nee. Jawel, Henry. En laat me jullie nou nog eens wat mogen vertellen. En dat deed Ted dan ook. Hij vertelde hoe Archer Tennyson, de man van Persis, een minderwaardigheidscomplex had willen compenseren door levensgevaarlijke stunts uit te halen, waaronder Russische roulette,
wat hem het leven had gekost. En hoe Persis door de High Society bekeken werd als de weduwe van een zelfmoordenaar. Een vrouw dus, waar wel iets niet mee in orde was. Ach, dat arme kind. Op die manier krijgt ze alleen maar huwelijksaanzoeken van de verkeerde mannen. Mevrouw Cranston, ik moet met commissaris Dievendorf hierover praten. Daar moet toch iets aan te doen zijn. Maar Edwina, ben je dan vergeten dat hij elk moment hier kan zijn? Zie je wel, daar is hij. Commissaris, ik zou u nog iets anders willen vertellen. Of hebt u haast? Ik vind dat u dit moet weten. Ik ben geheel tot uw dienst, mevrouw. Weet u, commissaris, meneer North hier is iets meer te weten gekomen over de tragische dood van meneer Archer Tennyson. U weet wel, die zelfmoordzaak. Hij hoopt dat u er iets aan kan doen. En weer vertelde Ted hoe de arme Archer, onder invloed van de geesteszieke majoor Michaelis, begonnen was met het levensgevaarlijke revolverspelletje dat Russisch roulette heet. Het willekeurig ronddraaien van een munitiehouder van een revolver waarin maar één kogel zit, zodat er altijd een kans bestaat dat de kogel voor de loop zit en het overhalen van de trekker een dodelijke zaak wordt. Bij Archer zat de kogel voor de loop. En Edwina deed uit de doeken hoe deze geschiedenis het leven van de weduwe van meneer Tennyson overschaduwde. Ach, ach. Mag ik doen wat ik doen zou als het mijn eigen dochter betrof? Alsjeblieft, commissaris. Mag ik dan even telefoneren met mijn collega in de woonplaats van majoor James Michaelis? Als hij 2 jaar geleden meneer Tennyson zo heeft kunnen beïnvloeden dat de dood erop volgde, wil ik wel eens even weten hoe het nu met hem staat. Oh, de telefoon staat in de gang, commissaris. Ja, ja, uitstekend. Ik weet het niet. Net wat ik dacht. De man zit opgesloten in een inrichting. Hij is niet meer te handhaven in het openbare leven. Zijn vrouw heeft zich laten scheiden op grond van mental cruelty en onder meer Russische roulette. Ze heeft een interview afgegeven in het plaatselijk blad waar het allemaal in staat en dat mij dan per omgaande wordt opgestuurd. Dat zal een opluchting zijn voor mevrouw Tennyson. Maar dat geval met meneer Tennyson van 2 jaar geleden is nog in de droogpot gestopt. De familie heeft een enorme invloed in deze streek. Geen letter is er ooit van in de pers verschenen. Als dat hier bekend raakt, is die arme schat uit haar isolement. Persis woonde met haar zoontje Frederick in een eigen cottage die achter in het park gelegen was van Chateau Bosworth, het riante huis van haar grootvader, Dr. Bosworth. Inderdaad, ze leefde daar in een volstrekt isolement. 3 dagen later belde Ted haar op. Ja, hallo, met mevrouw Tennyson. Goedemorgen, Persis. Oh, goedemorgen, Ted. Alles goed met je zoon? Ja hoor, hij maakt het uitstekend. Zeg, Persis, ik kom straks een paar officiële documenten bij je brengen. Schikt het je als ik vanmiddag om ongeveer 5 uur bij je ben? Jazeker. Tot straks dan. Persis kwam hem tegemoet. Haar zoontje staarde Ted van achter moeders rokken aan met een paar enorme ogen. Toen rende hij pijlsnel weg op een paar stevige jongensbeentjes. Frederik is verlegen. Straks gaat hij wel om je heen scharrelen, tot hij de moed vindt om vriendjes met je te worden. Nou, wil je me nu alsjeblieft zeggen wat ik nu moet denken van al die documenten en knipsels? Persis, je zult merken dat het klimaat om je heen verandert. De valse figuren die er plezier in hadden een verkeerde voorstelling te geven van jouw situatie ten tijde van de dood van je man, zullen een ander slachtoffer moeten zoeken voor hun gifspuiterij. Je bent niet langer een vrouw die haar man tot wanhoop heeft gedreven. Je bent een vrouw van wie de man onvoorzichtig was in de keuze van zijn vrienden. Mrs. Venable heeft een afschrift gekregen van al deze papieren. En Miss Edwina, die dol op je is en die iedereen kent, is al druk bezig om de lucht te zuiveren. Oh ja, Ted? Maar ik kan het haast niet geloven. Ik heb hier gewoon nog wat tijd voor nodig. Goed, dan praten we er niet meer over. Ik heb zo'n idee dat anderen dat wel voor ons doen. Op dit moment, als je het mij vraagt. Goed, iets heel anders. Ik ben een heel goede vriend geworden van Edwina Wills en Henry Simmons. Ze zijn druk bezig met de organisatie van het jaarlijkse bedienenbal.
Er zijn al heel veel kaarten verkocht, maar ze zoeken naar een nieuw idee. Ze willen het bal nieuw leven inblazen. En toen heb ik ze een advies gegeven en... Wat was het dan voor advies? Ik heb voorgesteld om eregasten uit te nodigen. Commissaris van politie met 6 man, de brandweer met 6 man. Nou, dat lijkt me heel goed. En om een dame en heer van de zomerkolonie van Bellevue Avenue te vragen. 2 figuren die bij de bedienden bekend staan om hun vriendschappelijke gevoelens voor hen. Ze zijn hierover gaan stemmen en toen kwam Baron Stams uit de bus. Oh ja? Ik heb hem gepolst en hij heeft toegestemd. Voor de dame werd ook gestemd. Dat was jij. Ik? Oh, maar dat kan niet. Ze kennen me niet eens. Versus, je weet wel beter. Ze kennen je en ze houden van je. Maar ja, ik heb ze gezegd dat ik er niet zeker van was of je hun uitnodiging aan zou nemen. Je tante Sarah zou misschien ook zeggen dat je jezelf hiermee naar beneden haalt. Oh nee, dat niet. Nooit. Mag ik het dan even verder uitleggen? Eerst komen Henry en Edwina onder de tonen van de Mars, de Stars and Stripes van Sousa. Dan de politie, dan de brandweer en alles in gala-uniform. Dan zouden Bodo en jij komen in je mooiste kleren. Glimlachend naar links en naar rechts. En dan gaat de staf van de ceremoniemeester omhoog. En dan de windswals die jullie samen zouden dansen. Alleen... eenmaal de zaal rond. Jazeker. Dan stilte. Dan begint de piano en jullie dansen. Eerst de Polonaise, dan de polka en dan de Varsovien. Als 2 engelen. Onvergetelijk. Ik zeg je, Persis, onvergetelijk. Ik doe het. Ja, ik doe het, Ted. En zo ging het uiteindelijk. Maar Bodo wist nog van niets. De ambassadeur had nog niet het verzoek gekregen om hem voor die gelegenheid terug te laten gaan naar Newport. Alles was nog een zeepbel, bij elkaar geblazen door Ted. Maar ach, zonder geluk vaart niemand wel. Ja, zo is het toch. Dit was het 25e deel van Theophilus North, een roman van Thornton Wilder in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. U hoorde René Frank, Elsje Scherjon, Marlies van Alkmaar, Diana Dobbelman, Yvonne van Bennen, Jan Borkus en Hans Veerman. Techniek Henk Brouwer, regie Marlies Cordia. Theophilus North, een hoorspelserie naar de gelijknamige roman van Thornton Wilder, in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. Het laatste deel van Theophilus North, 1926. Epiloog van een zomer. Het bediendebal. En zo hebben we gehoord hoe Persis erin toestemde om met Bodo Baron Stams haar medewerking te verlenen aan het bediendebal. Hoe ze met Bodo zou dansen op de tonen van de schöne blauwe Donau. Hoe ze hiermee haar zoontje Frederik weer een vader zou geven. En zichzelf uitzicht op een nieuw geluk. Bodo had van de Oostenrijkse ambassadeur in Washington toestemming gekregen weer naar Newport te gaan. En zo was er op een morgen generale repetitie ten huize van Mrs. Venable. Dat was ook uitgenodigd. Persis droeg een japon van vele lagen teergroene tulle, die als een zomerwolk om haar heen golfde, zoals ze daar in Bodo's armen over het parket zweefde. Na afloop van de generale ging iedereen even rustig zitten. Oh, Edwina, engel van me. Deze show zou ook geschikt zijn geweest voor het jubileum van de koningin in Crystal Palace. Ik zweer het je. Ja, schat, je hebt gelijk. Ja. De kleine Frederik galoppeerde door de balzaal en danste de polka op zijn eigen manier. Natuurlijk viel hij op zijn neus en deed zich een beetje pijn. Bodo pakte hem op en droeg hem de trap op naar zijn nanny, alsof hij nooit anders had gedaan. Al troostend en sussend. Het was een lief gezicht. Men nam afscheid van elkaar en Edwina, Henry en Ted stonden stil in de voortuin bij het hek. Zegt Ted... luister eens, kun je niet voor 1 keertje een beetje liegen en zeggen dat je ook een bediende bent geweest? Dan krijg je van ons een kaart en je komt morgen op het bal. Oh nee, Henry. Oh. Je hebt zelf gezegd, er zijn er die door de voordeur binnenkomen en er zijn er die dat niet doen. Heus, Henry, ik kan het allemaal voor me zien in mijn verbeelding. En dat zal ik doen ook, mijn leven lang. Ik geloof dat je nog iets wilt zeggen, Ted.
Ted keek Edwina in de ogen. Het was waar. 'S Morgens waren ze meer blauw dan lichtbruin. Edwina, het valt me altijd zwaar om afscheid te nemen. Mij ook. Kom hier. Krijg je een kus? Henry en Ted schudden elkaar de hand zonder een woord te zeggen. Al wekenlang voel ik de herfst dichterbij komen. Er vallen al een paar bladeren van de bomen. Hoe zei Glaucos dat ook alweer in de Ilias? Zoals de generaties van bladeren, zo ook die van de mens. De wind verspreidt de bladeren over de aarde en de knoppen aan de bomen brengen nieuwe voort bij terugkeer van de lente. Zo ook de generaties van de mens. De een brengt voort en de ander sterft. Ted ging naar de garagehouder, Mr. Dexter, aan wie hij destijds zijn dierbare autootje Hannah had verkocht toen ze het liet afweten op Bellevue Avenue. Hij verpatste zijn fiets bij Mr. Dexter en kocht een andere tweedehands auto van hem. Ted ronde graag de dingen af. Hij was met een auto gekomen en dus ging hij met een auto weer weg. Ik heb uw oude wagentje, Hannah, zal ik maar zeggen, weer aan de praat gekregen. Oh. Ik ben de enige die erin rijdt en ik weet precies hoe ik eraan moet pakken. Wilt u misschien nog wat tegen haar zeggen, net als toen? Nee, meneer Dexter, dank u. Ik ben niet meer zo ijlhoofdig, zo kinderlijk romantisch als toen. U hebt wat moeilijkheden gehad in Newport, heb ik gehoord. Ja, zoiets gaat altijd als een lopend vuurtje. Ja, ja, waarheid of leugen. Het gaat allemaal als een lopend vuurtje. Ja. Wanneer komt u uw nieuwe auto halen? Donderdagavond. Misschien kunt u me nu alvast de sleutel geven. Ja. Dan kan ik ermee wegrijden zonder u lastig te vallen. Ho, ho, professor. Dat is geen nieuwe auto en het is ook geen dure auto. Maar ja, toch kunt u er veel plezier van hebben als u hem goed behandelt. Ik wil graag een kort ritje met u maken en u een paar tips geven. Oh, dat is verdomd aardig van u. Nou, goed. Ik kom om 8 uur hier om mijn fiets bij u in te leveren. En dan gaan we naar mijn huis om mijn bagage op te halen. Dan maken we samen dat ritje. Uh-huh. Oh, en wilt u hem volgooien en ook nog een blik benzine achterin zetten? Ik rijd die nacht door naar Connecticut. En zo geviel het dat Ted op de avond van het bediendenbal zijn gepakte koffers bij het hek zette, afscheid nam van zijn hospita Mrs. Keefe en op zijn fietsje naar de garage van Mr. Dexter reed. De lessen begonnen meteen. Hij liet Ted zien hoe hij moest starten, hoe hij weer moest stoppen, hoe hij gladjes achteruit kon rijden, hoe hij zuinig met benzine kon omspringen, hoe hij de remmen moest ontzien en hoe hij de accu kon sparen. Toen ze terugkwamen bij de garage, betaalde Ted voor de extra benzine en maakte aanstalten. U schijnt wel haast te hebben, professor. Nee, helemaal niet, meneer Dexter. Ik heb niets om handen tot even voor middernacht. Dan wil ik vlak voor het huis van Mrs. Venable staan om te luisteren naar de mars van Sousa op het bediendenbal. Sinds de dood van mijn vrouw heb ik hier een klein flatje voor mijzelf ingericht. Ja? Dicht bij het werk, er zit toch niemand meer op me te wachten. Waarom gaan we daar niet heen? Ik heb nog een mooie oude fles Jamaica rum. Goed idee. Graag. Even de schemerlamp aan. Maak het je gemakkelijk en bekijk mijn verzameling boeken. Dank u. Ik zet even de ketel op. Dan maak ik een goede grog voor ons met heet water, kaneel en sinaasappel. Alsjeblieft. Proost. Proost. Oh, die rum is voortreffelijk. Mm-hmm. Ik denk wel eens, hoe zal het er hier over 100 of over 1000 jaar uitzien? Ja. Als je bedenkt wat er van Troje is overgebleven. 9 steden waren het, steeds boven elkaar herbouwd. 9 beschavingen van Schliemann. De één bovenop de andere. Ja, er is daar in de buurt nog 1 miserig dorpje. Hisserlijk. Verder is er niks meer. Nou, dat bedoel ik. God weet is de Engelse taal dan nauwelijks nog te herkennen. Ja, paarden zijn al bijna uitgestorven en ik hou zoveel van paarden. Ja, ja. De mensen zullen op vleugels heen en weer schieten als paraplu's in de storm.
1000 jaar. Dat is een lange tijd. Waarschijnlijk hebben we dan een andere huidskleur. Er zullen aardbevingen zijn, ijzige kou, oorlogen, invasies, epidemieën. Ja, nou wel eens last van zulke gedachten. Ik heb een jaar archeologie gestudeerd in Rome. En onze prof leerde ons opgravingen te doen. We gingen dan een paar dagen de stad uit en groeven als gekken. Op een dag, een moment, stoten we op een weg van 2000 jaar terug. Karresporen, mijlpalen, heiligdommen. Er zijn al minstens 1 miljoen mensen over die weg gegaan. Lachend, plannenmakend, bezorgd, huilend. Ik heb toen een totaal andere instelling gekregen. Die opgraving heeft me de betrekkelijkheid laten zien van grote getallen, grote afstanden, en grote filosofische vraagstukken waar ik toch niet bij kan. Sindsdien doe ik de dingen op kleine schaal, maar ik probeer het wel zo goed mogelijk te doen. Ik ben daar tevreden mee. De mens is in elk geval niet veel veranderd. Nou, zullen we het over wat anders hebben? Als je over de 40 bent, dan gaat het je niet meer zo goed af om de betrekkelijkheid van de tijd in te zien. Een mens krijgt dan wat haast. Je komt in tijdnood, zal ik maar zeggen. Hmm. Ruim 4 maanden geleden ben ik hier op het eiland aangekomen. Meneer Dexter, u was de eerste die ik ontmoette. Misschien weet u nog hoe ijlhoofdig en kinderlijk ik was. Maar van binnen was ik totaal uitgeput, cynisch en doelloos. De zomer van 1926 heeft veel voor me betekend. Ja, ik ga vanavond naar een andere plaats die over 300 jaar misschien onherkenbaar is. Daar wonen ook mensen, alhoewel ik er nu nog geen levende ziel ken. Ik ben blij dat u mij er zo even aan hebt herinnerd dat de mens niet veel is veranderd door alle eeuwen heen. Het zal me daar dan ook wel weer lukken. Het lukt namelijk iedereen, als die de moed maar opbrengt om iets nieuws te beginnen. Wat dan ook. Kom, het wordt mijn tijd. Jongen, voor je weggaat, moet ik je een bekentenis doen. Oh? Ja. Zoals je weet koop ik oude auto's op, hè? Mijn jongere broer maakt ze dan schoon. Ja, ja. We krijgen er soms wel 4 of 5 per dag. Het is een beste jongen, maar hij is nogal wat onverschillig. Alles wat hij in die gebruikte auto's vindt, dat smijt hij in een ton en dat zoek ik dan later uit. Ja. Er ligt vaak van alles onder de zitplaatsen en in de voering, onder de mat. Ga maar door. Soms kijk ik wekenlang niet om naar die ton met die oude spullen, maar... Ja, en? Nou, 6 weken geleden vond ik een soort verhaal. Er stond geen naam op, alleen Trenton, New Jersey werd erin genoemd. In dat verhaal. Ja. De nummerplaat van jouw auto was New Hampshire. Nou heb ik vanavond met jou zitten praten en ik denk dat dat verhaal door jou is geschreven. Oh jee, Jezus, meneer Dexter, ja. Mr. Dexter trok een bureaula open en haalde er een dagboek van Ted uit. Het verhaal van een liefdesavontuur dat Ted had gehad met de dochter van een schoenmaker. Hier, heb je het terug? Dank u. En neem alsjeblieft niet kwalijk. Nee, nee hoor. Zo belangrijk was het niet. Het was zomaar wat gekrabbel. Tijdverdrijf. Dat was dan uit het leven gegrepen, hè, wat jij daar gekrabbeld hebt. Een mooie tijd verdrijf, Ted. Ja, ja. Je hebt daar aanleg voor. Heb je er wel eens over nagedacht om schrijver te worden? Nou, nee. Nee. Ik breng je naar je auto. Goeienacht, Josja. En bedankt. Ook voorzichtig rijden, Ted. Thank you.
Verbeelding brengt herinnering met zich mee. Herinnering en verbeelding samen kunnen een bediendenbal in scène zetten. Of zelfs een boek schrijven, als ze dat willen. Dit was het laatste deel van Theophilus North, een hoorspelserie naar de gelijknamige roman van Thornton Wilder, in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. U hoorde René Frank als Theophilus North, Elsje Scherjon als de vertelster, Marlies van Alkmaar als Edwina, Hans Veerman als Henry Simmons en Ad Hoeymans als Mr. Dexter. Techniek Henk Brouwer, regie Marlies Cordia.